Welkom bij dit GGZ-college over autisme. Is iemand met autisme gek of geniaal? De beelden over deze aandoening verschuiven nogal. Werd het eerder neergezet als een ernstige beperking, vaak de schuld van de ouders. Nu wordt autisme in een veel positiever daglicht gezet. Autisten als nerds, misschien sociaal wat onhandig, maar een kei in exacte vakken en hele goede medewerkers voor ICT en techniek. Het is mooi dat de stoornis een stigma kwijtraakt, maar schieten we nu misschien niet een beetje al te veel de andere kant uit door. We hebben het er vanavond over. Hoe is het om deze aandoening te hebben? Hoe beperkend is dat? Of valt het misschien wel mee? We gaan in op feiten en aannames. En natuurlijk staan we ook stil bij de vraag wat u als leerkracht, jeugdwerker, hulpverlener kunt doen als u te maken krijgt met iemand met autistische verschijnselen. Ik stel graag de gasten aan u voor met wie ik het daar vanavond over ga hebben. Erik, ik kom bij jou. Jij bent onze ervaringsdeskundige vanavond. Jij hebt autisme. Wanneer werd het vastgesteld? Nou, bij mij werd het op latere leeftijd vastgesteld. Ik denk rond mijn 36e ongeveer. Okay. Ja. Ja. Maar je had het vermoedelijk veel langer. Ik heb het mijn leven lang al gehad. Ja. Ja. We gaan straks horen wanneer jij bij jezelf iets merkte en hoe het toen allemaal verder ging. Ja. Frans Huytema, jij bent deskundige op het gebied van ontwikkelingsstoornissen. Je bent lid van het Autisme Netwerk Friesland. Je bent psychiater bij GGZ Friesland. Hoe ben je als psychiater bij deze stoornis uitgekomen? Was dat toeval of had je daar van meet af aan een bepaalde fascinatie voor? Dus redelijk toevallig geweest. In een eerdere functie werd mij dat een keer gevraagd van, of autisme ook bij volwassen mensen kon. En of daar niet eens wat meer bekend over kon worden. En toen heb ik in die functie daar een middag over georganiseerd. Over en ADHD bij volwassenen en autisme. En ja, de uitdrukking is in het land der blinden. Dat jij koning. Is één oog koning. Dus maar zo ben ik er een beetje in gerold. Iets meer dan éénogige deskundigheid hebt. Ja. Ja. Oké. Carla Wemer, jij bent werkzaam als hulpverlener voor mensen met autisme. Dat doe je geloof ik al een vrij lange periode. Ja. Ik zit daar eigenlijk mijn hele werkzame leven al in de zorg. Ja, ja. Ja. Kan je terughalen toen jij voor het eerst te maken kreeg met mensen met een autismestoornis? Ja, hoe onwennig was dat? Of wat Ja, ik denk dat dat al in mijn stage begon. En dat ik daar in contact kwam met een jongetje die moeite had met contact maken. En moeite had met zijn spraak. En dat je daarmee bezig gaat en ontdekt van, oké, ja, dat kan dus verhipte lastig zijn. Ja, en dan is het voor jou als hulpverlener natuurlijk ook wel zoeken hoe je contact kunt maken. Ja, maar, ja, je krijgt zoveel handvatten in je opleiding al mee dat dat gewoon... Ja. Ja. Nou, die handvatten die ga jij ons straks ook geven. Ja. Lex Wunderink, vaste gast aan deze tafel, psychiater, A-opleider bij GGZ Friesland. Je draait al even mee. Heb jij in de loop der jaren opvattingen over autisme zien veranderen? Bij vakgenoten, in de samenleving? Ja, zeker. En, het is natuurlijk zo dat autisme wel al heel lang bekend is, maar dan gold dat vooral mensen die ernstige ontwikkelingsstoornissen hadden, die eigenlijk niet in staat waren om te communiceren, ook niet spraken. Helemaal eigenlijk niet de ontwikkeling doormaakte waarbij je dus sociaal kan functioneren. Maar het is natuurlijk gebleken dat, net als veel andere psychiatrische aandoeningen, tussen aanhalingstekens, dat het eigenlijk continua zijn, eigenlijk spectra. En dat niet, je hebt het of je hebt het niet, maar je kan het ook een beetje hebben. Ja. En dat is bij autisme natuurlijk ook zo, dat eigenlijk het merendeel van de mensen, ja, zou je bijna zeggen, die heeft er wel iets van. En mannen misschien nog in iets meerdere mate. Dat zou kunnen, zeker, want die hebben een kwetsbaarder brein. Het vrouwenbrein is... Ja, maar nu loop ik helemaal op de zaken vooruit. Ja, ja, ik kan het zeggen. Nee, ja, goed. Oké, nou, mijn naam is Katja Westra en ik ben gespreksleider hier vanavond. Vaste kijkers weten dat ze tijdens deze uitzending kijkersvragen kunnen stellen door onderin beeld op een icoontje te klikken. We proberen zoveel mogelijk van die vragen mee te nemen, maar houdt u ze dan wel kort, want anders kunnen we dat hier nooit zo gauw bijfietsen. En u bent ook gewend dat we een stelling voorleggen en daar beginnen we gelijk maar mee. En die luidt als volgt. AS is te verhelpen met medicatie. En AS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. Nou, klikt u thuis gelijk maar aan of u daarmee eens bent of niet. Ondertussen beginnen wij hier aan tafel met het eerste gesprek. En dat doe ik met Erik. Ik vroeg zo pas al eventjes aan jou, Erik, wanneer ben je erachter gekomen? Dat was rond je 36e. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Want het speelde al langer. Hoe ging dat? Ja, ik denk dat de grootste periode waarin dat bij mij ging spelen is toen ik toen mijn kinderen kwamen eigenlijk. Dat was gewoon een periode van veel verandering, onvoorspelbaarheid en ook veel geluid. En ja, toen veranderde ik dusdanig dat ik denk van, ja, er is iets aan de hand. En toen ben ik daar zelf dus op onderzoek naar gaan doen. En kwam ik bij autisme terecht, waar wel heel veel herkenbare zaken naar voren kwamen. Ik ben toen ook naar mijn huisarts gegaan. En die heeft mij uiteindelijk doorverwezen naar het GGZ. Mm-hmm. In eerste instantie kwam ik daar bij angststoornissen terecht. Maar daar bleken toch wel meerdere dingen te spelen, waardoor ik uiteindelijk bij ontwikkelingsstoornissen terecht ben gekomen. En daar de diagnose autisme is gesteld. Ja. Oké, ja. Ondertussen, het kwam dus naar voren, hè, toen je zei van we kregen kinderen en drukte en zo. Maar je hebt er dus van jongs af aan al last van gehad. Kan je daar nog wat over vertellen? Hoe speelde dat dan in jouw jeugd? Nou, in mijn jeugd, ja, ik denk dat in mijn omgeving heel weinig bekend was over autisme. Mm-hmm. In mijn klas, ja, ik zou het eigenlijk niet terug herkennen. Ik heb ook verder een prima jeugd gehad. Mm-hmm. Maar ik had wel heel veel vage klachten. Ik kan vooral herinneren dat ik heel vaak ook buikpijn had. En ook heel moeilijk sociale contacten en activiteiten, ja, dat ik dat prettig vond. Dus daar liep wel echt tegen dat soort zaken liep ik tegenaan. Mm-hmm. Ja, oké. En hoe was het dan op school? Of tijdens je studie? Ja, nou, ik heb op zich wel gewoon mijn lagere school, mijn middelbare school. Ik heb ook nog een hogere opleiding gedaan. En ja, met name de activiteiten vond ik echt ja, heel lastig. Dus daar liep ik echt wel tegenaan. Inhoudelijk vond ik het op zich... Ja, ja, activiteiten niet in de studieboeken, maar dat je bijvoorbeeld een presentatie moest houden. Ja, presentaties, en, maar sportdagen en andere activiteiten. Ja. Ja, ja. Dus zolang je in de boeken kon zitten of gewoon hoorcolleges volgde, was het oké? Ja, precies. Ja. Maar vooral voor presentaties. Ik moet me ook echt heel erg voorbereiden. En ja, dat kwam dus echt wel, dat is me wel echt bijgebleven. Ja. Ja. En wat voor opleiding heb je uiteindelijk afgemaakt? Uiteindelijk heb ik bouwkunde gestudeerd, HTS. Ja, en daarna ben ik eigenlijk gewoon wel direct ook aan het werk gegaan. Ja. En ja, dat ging met name goed omdat ik denk heel erg technisch bezig was. Er werd eigenlijk in mijn begin weinig communicatie gevraagd. Uh-huh. Dus ik was heel erg inhoudelijk met mijn werk bezig. Ja, en dat is ja, wel lastig. Dan, als er dan steeds meer van je gevraagd wordt, vooral op communicatiegebied, ja, dan loop je tegen een bepaalde grens aan. Ja, ja. En was die grens ook dat je dan ergens niet meer kon blijven werken, mocht blijven werken? Nou ja, uiteindelijk loop je wel je specialisatie in wat je doet en je communicatieve capaciteiten, die lopen dan heel sterk uiteen. Ja. Dus uiteindelijk ben ik wel door een reorganisatie zonder werk komen te zitten. Ja, en ben eigenlijk wel heel langdurig werkloos ja, ja, geworden. Ja. En hielp toen iemand jou ook met hoe je dan werk kon vinden? Nou, op zich niet. Want in die tijd toen ik hulp kreeg, was het eigenlijk, moest je alles zelf doen. Via de instanties, zelf ja, je zaken regelen. En ja, eigenlijk heeft in die periode heb ik geen ondersteuning gehad. Nee, nee. Terwijl dat ik ook wel heb aangegeven, want toen was het al wel bekend ja, ja, dat ik autisme had. Ja, want ik bedoel, een sollicitatiegesprek, dat is natuurlijk al helemaal zo'n ding, hè, waarbij het aankomt op jezelf goed weten te presenteren, leuke babbel. Ja, op zich misschien wel, maar op zich een leuke inhoudelijk verdiep ik me altijd vrij goed in het bedrijf waar ik terecht kom. En dan, ja, dan... Je was goed voorbereid. Was ik goed voorbereid. Ja. Dus ik heb ook heel veel sollicitaties en alle zaken gedaan. maar uiteindelijk ja, levert dat toch niks op. Nee, nee. En toen heb ik begrepen dat jij uiteindelijk bij een organisatie terecht kwam die jou wel geholpen heeft met het vinden van werk. Ja, uiteindelijk heb ik in die periode gekozen om mij te richten op wat echt dichtbij me ligt. En dat was de ICT. Mm-hmm. Ik ben toen bij ITVT terechtgekomen in Amersfoort. En ik ben daar, als zij helpen mensen met autisme om weer aan het werk te komen. En ik ben toen daar een studie gaan doen. En uiteindelijk heb ik daardoor ook gewoon weer werk gevonden. Okay. En zit ik gewoon nu in de ICT. Oké, okay, ja. Dat past dan wel in het plaatje hè, van autisten die goed zijn in exacte dingen. Dat gaat voor jou dan ook op? Het is echt mijn passie. Ja, ja, ik vind het ook echt ontzettend leuk. Ja. Ja, ondanks dat ik wat ik heb geleerd ook heel erg interessant vond. Maar ja, daar komen veel meer communicatieve vaardigheden bij. Ja. Die ik eigenlijk niet goed in de praktijk kan brengen. Nee, nee, ik snap het. Hey, hoe is nu jouw sociale leven? Heb je veel contacten? Ja, mijn sociale leven is eigenlijk gewoon echt mijn familie. Ja, dat is mijn, ja, dat heb ik, vind ik eigenlijk al druk genoeg. Ik heb zelf 2 kinderen. En ja, dat vind ik heel goed genoeg eigenlijk. Ja. Ik vind het ook heel moeilijk om contacten, nieuwe contacten te maken. Ja, en om te onderhouden. Dat, ja. Oké, dus familie, je naasten, dat staat op. Dat is ook heel belangrijk voor mij. En, ja. Oké. Je hebt een partner. Ja. Hoe speelt jouw autisme in jullie relatie een rol? Nou ja, toen het echt duidelijk was dat ik autisme had, toen is zij zich daar ook gewoon in gaan verdiepen. Veel over gelezen. Ze heeft ook een lotgenotengroep gevolgd met partners van mensen met autisme. En uiteindelijk heeft dat denk ik heel veel geholpen, omdat je gewoon veel beter weet wat er speelt. Je kunt elkaar beter voor elkaar op elkaar inspelen. Ja, ja. Ja, dat is... Want toen jullie een relatie kregen, toen was die diagnose nog niet gesteld. Nee, dus het is wel zo. Hè, ik denk dat er ook heel veel miscommunicatie in het begin veel gespeeld heeft. En ook, ik mag graag op mezelf dingen doen. Dus ik ben ook graag alleen aan het werk. Dus we zaten niet echt vaak samen op de bank of zo. Nee. En dat duurt dan natuurlijk eventjes voordat je daar over en weer aan gewend bent. Dat dat iets is wat jij, waar jij behoefte aan hebt. Ja. En waar die ander dan zich ook maar naar moet schikken, zeg ik maar even. Ja. Ja. Ja, daarom is het ook goed dat ze daar is heen geweest. En dan kan ze het plaatsen. En dan, dan heb je daar gewoon veel meer, heb je daar gewoon heel veel aan. Ja, ja. Oké. Is het beeld bij jou nu redelijk stabiel? Hè? Je zei van toen wij kinderen kregen, toen was het allemaal heel druk en toen kreeg ik er meer last van. Is het nu redelijk gelijkmatig of zitten daar ook best wel wat ups en downs in? Nou, op sommige momenten heb ik er gewoon echt wel heel veel last van. Dat kan vooral bij, gewoon niet... niet geplande activiteiten. Bijvoorbeeld. Of, het is bijvoorbeeld mooi weer en mijn vrouw en kinderen wilden wel graag naar het strand. Ja, ja. Maar ja, zelf heb ik daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan om dat soort activiteiten te doen. Dus dan wordt de activiteit eigenlijk al een beetje gewoon naar beneden gehaald. Omdat het plezier gaat er dan vanaf. Ja. En dat kun je niet altijd van tevoren plannen. Nee. Dus dat is wel, van geluiden, dat heb ik gewoon wel last van. En dan speelt het meer dan anders. Ja. Als ik gewoon rustig ergens zit, dan heb ik er zelf geen last van. Nee, nee, oké. Hey, en gebruik je medicatie? Ja, ik gebruik ook medicatie. En dat is dan met name ook voor de prikkelverwerking. Dat, waar ik gewoon, mij dan toch beter... Ja, bij gedij. Anders is het toch wel heel moeilijk om dat allemaal in mijn hoofd te houden. Ja, ja. Ja, ik snap het. Oké. Nou, dan kom ik eventjes bij de stelling die ik zo pas aan de kijkers voorgelegd had. En die ik hier nu ook graag in de zaal breng. As is te verhelpen met medicatie, is de stelling. Bent u het daarmee eens? Laat u dat dan zien met een groen bordje. En bent u het er niet mee eens, laat u dan een rood borstje zien. Bordje zien. Een rood borstje. Sorry. Oké. Nou, Overweldigend. Ja. Je ziet het hier luid en duidelijk. Er is niemand die het goed heeft, hè? Het is hier allemaal rood. En de kijkers thuis zeggen ook 100% oneens. Dus deze stelling was te makkelijk. Frans, je hoeft er niks meer over te zeggen. U begrijpt allemaal dat medicatie wel ergens toe kan bijdragen, maar dat het er niet mee te verhelpen is. Erik, bedankt voor jouw toelichting. We horen jou straks nog wel weer eventjes, maar dit blokje sluit ik nu graag met jou af. En ik wil met u nog eens even verder naar, kijken naar een aantal aannames. De eerste die we aan u voorlegden, nou, daar hoeven we u niks over wijs te maken. Maar er zijn misschien wat andere aspecten van autisme waar u een idee over hebt en die misschien niet zo blijken te zijn. Kijkt u mee naar een animatiefilmpje. Nou, daarmee zijn een aantal aannames over autisme de revue gepasseerd. We weten nu wat in ieder geval niet waar is. Maar nu willen we eigenlijk ook wel eens weten hoe het dan eigenlijk wel zit, Frans. Ik geef graag het presentatiepodiumpje, kleedje aan jou. Jij gaat met ons doornemen wat er zoal te zeggen valt over autisme. Graag een applaus voor Frans Huytema. Dank u wel. Als we het hebben over de titel van deze avond, Gek of Geniaal, dan wil ik daarbij in eerste instantie natuurlijk heel duidelijk zeggen dat mensen met autisme of een autisme spectrumstoornis zeker niet gek zijn. Ze doen gewoon alle normale dingen die we allemaal doen. Alleen sommige aspecten iets anders dan wij misschien gewend zijn. En soms kan dat in de communicatie wat overkomen. Daarnaast is de andere kant, of ze nou geniaal zijn, ook niet helemaal waar. Zeker 3 op de 10 en misschien wel meer mensen met autisme hebben juist een verstandelijke beperking. En in die sector komen dus veel mensen voor met autistische kenmerken. En dat zet ons ook al een beetje op de weg van waar zou nou mogelijk de neurobiologische kanten zitten. Maar goed, dat voor de duidelijkheid. Oké. Waarom spreken we tegenwoordig van autisme spectrumstoornissen? Nou, we spreken van autisme spectrumstoornissen. En mijn collega Wunderink zei dit al. We denken veel meer in een continuum. Je hebt het niet ofwel of niet, je hebt het een zekere mate. En dat betekent dat sommige mensen wat meer of wat minder kenmerken daarvan kunnen hebben. En dat je meer of minder mate daar last van kunt hebben. Eerder spraken we over mensen met PDD-NOS. Dan hadden we het over bepaalde kenmerken. Het was wel niet zo heftig autisme. We hebben ook nog wel gesproken over kernautisme. En we hadden natuurlijk ook Asperger. Dat werd bijna een soort van geuzennaam voor mensen. Want als je Asperger had, dan kon je in ieder geval, was je goed taalkundig. En dan had je ook wel een hoog IQ. Dus bijna een soort boodschap van nou, hou wel rekening met mij. Alleen ik ben niet zo goed in het leggen van contacten. Nou, dat is niet meer aan de orde en daarom spreken we liever van een autisme spectrumstoornis. Oké, hoe vaak komt dat nou voor? Het komt helemaal niet zoveel voor. 0,8 tot 1,2%. En dan hebben we het dus over in de totale bevolking. En dat betekent dus, er zitten geen 5 mensen met autisme in de klas. Er zitten er hooguit 1, 2 en als het heel bijzonder is, dan zijn het er misschien 3. Maar het is een hele bescheiden hoeveelheid. En het enige wat we wel denken is van, we zien het wat vaker, we hebben het er vaker over, komt het dan meer voor? Ook dat is nog maar helemaal de vraag. Komt er dan meer voor bij mannen of bij vrouwen? Een delicaat onderwerp. Iets in gelijke mate, misschien iets meer minder bij vrouwen, maar daar wordt verschillend over gedacht. En sommige collega's zeggen van nou, bij vrouwen komt het eigenlijk net zo vaak voor, alleen doordat we die op een andere manier, zeg maar, we noemen het deftig gesocialiseerd hebben, hebben ze dat wat beter weten te verbergen. Oké. Nou, neemt het dan toe in onze maatschappij? Wij denken van niet. Het enige wat we wel denken is dat de maatschappij wat meer eisen stelt aan ons. We verwachten van een cashier dat ze vriendelijk tegen je is, dat ze je kan vertellen hoeveel geld je terugkrijgt en dat ze je tas desnoods nog helpt inpakken. En laatst stond ik bij McDonald's en daar vroegen ze nieuwe medewerkers en die moesten sociaal zijn, dynamisch, die moesten op meerdere tijden inzetbaar zijn. Nou, ik dacht zelf, ik kan beter maar niet bij McDonald's gaan werken, want daar voldoe ik niet aan. Maar dat betekent wel dat we hoge eisen aan mensen stellen. We hebben ook andere partnerkeuzes. We willen dat mensen wat meer gelijk zijn. Nou, dat zou dus kunnen betekenen dat, vandaar een beetje de wat prikkelende opmerking, dat de Eindhovense huwelijken, waar veel technische mensen werken, misschien wel wat meer autistische kinderen voortbrengen. We weten het niet. Maar tot op heden neemt het nog niet zoveel toe. Oké, hoe komt het? We denken zeker dat het familiair is, dat er een erfelijke component in zit, dat het meer in bepaalde families voorkomt, dat er ook in de hersenen toch wel wat bepaalde gebieden zijn die er iets meer aangedaan zijn. Maar het fijne weten we niet. Want als we in de hersenen gaan kijken, en dan is bij heel veel psychiatrische ziektes, doet of de amygdala wel mee, of bepaalde banen naar de cortex. En de een heeft met angst te maken en de ander heeft met de emoties te maken. Maar tot welke ziekte het nou precies leidt, weten we niet exact. Oké, dat zijn die neurobiologische aspecten. Zoeken we het uit op individueel niveau, kunnen we er niks mee. We kunnen iemand niet onder de scan leggen en zeggen, dit is een autistisch brein. Het enige wat we bij grotere getallen kunnen zeggen, bij sommigen zijn de hersenen iets groter, bij anderen iets kleiner. Bij sommige mensen zijn die bepaalde banen wat minder ontwikkeld, maar veel verder komen we helaas nog niet. Oké, de DSM-5, ook dat is al even genoemd, het handboek van alle stoornissen. Maar dat zijn dus alle kenmerken op een rij en je hoeft ze allemaal niet te hebben. Misschien heb je er 3 en een ander heeft er misschien wel 7. Dus er zijn heel veel soorten en maten, ook op het gebied van autisme kenmerken. Het komt veel voor met andere aandoeningen erbij. Ik zei al, dus een verstandelijke beperking. Angststoornissen komen meer voor. Depressiviteit komt meer voor in sommige gevallen. Maar dan moet je ook weer relativeren. Ik werk ook bij mensen met eetproblematiek. Komen eetstoornissen voor, maar dan zijn het vaak bij mensen met hele lage gewichten. En dan werkt het brein ook niet goed en dan lijkt het bijna autistisch te werken. Dus het is allemaal heel verschillend. Tot slot, wat is naar mijn idee het grootste misverstand? Het is al even voorbij gegaan, alsof mensen met autisme niet in staat zijn om gevoel te hebben. Ze voelen net als u en ik. Alleen ze kunnen in de contactname met andere mensen zich daar soms wat minder in voorstelling van maken. En het is natuurlijk ook heel belangrijk dat we daar rekening mee houden en dat we die mensen niet opduwen van doe nou maar hetzelfde wat wij doen, want dan leidt dat tot heel veel problemen bij ze en ook tot veel eenzaamheid. En ik hoop dat we daar vanavond iets meer over kunnen leren. Dank u wel. Bedankt, Frans Huytema. Nou, je hebt wat mij betreft heel veel dingen aangeroerd waar wel over door te praten valt. Een ding wat mij frappeert is, je zegt het is maar 1% van de bevolking. Het neemt niet toe, daar hebben wij geen redenen voor om dat te denken. Toch is het wel een beeld wat ik heb. Ik denk maar aan juf Ank van de Luizenmoeder die dan opsomt wat de kinderen in haar klas allemaal voor afkortingen in hun rugzakje hebben hangen. Kan je dat verklaren? Je zei, we kijken beter. Ja, dat is natuurlijk één ding. Ik zei al eerder, ik heb daar een uitdrukking voor. Als je goed kijkt, moet je altijd zoeken onder een lantaarnpaal. Want daar brandt het licht. Ja, en daar zie je het meeste. Ja. Dus als mensen bij ons komen met de vraag, zou ik autisme hebben? Dan kijk ik misschien net iets anders dan mijn collega aan de overkant. Die denkt, nou, kijk naar die aspecten. Dus dan wordt er meer verondersteld dat er een aantal aspecten aanwezig zijn. Dus we kijken in die zin en we definiëren het ook binnen dat spectrum wat meer, zeg maar, in welke mate het is. Dus daar waar we eerder, Lex zei dit ook al, spraken, nou had je toch wel echt over ernstige ontwikkelingsstoornis bij diep autistische kinderen die eigenlijk bijna niet konden praten. Die zijn er natuurlijk nog. Maar nu schuiven we het op en zeggen we van, nou, die aspecten kunnen ze wat minder. Ja, dan hebben ze, vroeger noemden we dat dan PDD-NOS kenmerken. Ik bedoel, brieven tegenkomen ze, ik vond het toch een beetje PDD-NOSerig. Dan dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Maar dat wil alleen maar zeggen dat in de contactaanname toch aspecten aanwezig zijn. Dus daar kijken we beter naar. De andere kant is natuurlijk dat het ook veel meer gevraagd wordt. Erik vertelt dat het op zijn 36e, toen de kinderen kwamen. Nou ja, ik zie ook wel ouders waarbij het voorkomt dat als de kinderen in de puberteit komen en andere eisen aan hun ouders gaan stellen, dat een van de twee tegen bepaalde aspecten aanloopt en dan aanklopt en zegt van, zou het kunnen dat ik het misschien heb? Of ik ben met mijn zoon mee geweest naar de jeugdafdeling en toen werd dit en dit beschreven. En toen dacht ik, oh, dit ging over mijn kind? Nou, dan denk ik dat ik maar even mijn mond hou, want volgens mij gaat dit over mij. Ja. Nou, dus in die zin, we worden er ook wat makkelijker in om het te zeggen. En je zou kunnen zeggen dat dat winst is. Ik kijk ook even naar jou, Carla. Het gegeven dat het makkelijker besproken wordt vandaag de dag, dat lijkt mij alleen maar goed. Want dan heb je des te eerder ook aanknopingspunten om er met mensen over in contact te komen. Ja, aan de ene kant wel, en wat Frans ook zegt, uitkijken dat je het niet te makkelijk over bedenkt van, oh, hij zal wel autisme hebben. Nee, het belangrijke is dat je vooral ook gaat ontdekken van, hey, wat zijn de kwaliteiten? En waar zitten de talenten van deze kinderen, deze mensen die echt gebruikt kunnen worden? Ja. En waar je gewoon ook op kan inzoomen en kan zeggen van, hey, weet je, als jij dit aspect nou doet, hoe perfect is het dat jij dat echt als een expert kunt? En dat kan van ICT, maar dat kan ook van prachtig tekenen zijn. Maak daar je kwaliteit van. Het wordt overal geroepen tegenwoordig, maar bouw het uit. Okay. En zet het ook vooral voor je werk in. Ja. Oké. Ik doe ondertussen even een oproep aan de kijkers, want ik kan hier van alles nog wat vragen, maar u zit thuis misschien ook met vragen. Dus stelt u ze vooral, ik krijg ze hier op mijn iPad en ik kan ze zo aan de dames hier aan tafel voorleggen. Lex, wat viel jou op in het verhaal van Frans? Kijk, eigenlijk als je bijvoorbeeld naar het indrukwekkende verhaal van Erik luistert, hè, dan valt eigenlijk op dat hij pas heel laat in zijn leven een naam voor kon vinden, door zelf daarnaar te speuren. Maar niemand heeft gezegd tegen jou van, hé, wat jij hebt, weet je dat? Dat is autisme of dat heeft iets met autisme te maken. Dat is eigenlijk niet zo evident, dat is niet zo zichtbaar. Het is eigenlijk iets waarvan je zelf een hoop last hebt, denk ik. Ja. Maar wat eigenlijk vroeger gewoon ja, dat hoorde gewoon onder het gewone. Ja. Mensen zijn verschillend. En, ja. En sommigen zijn sociaal wat... Ja, en nu geven we daar een naam aan, hè? Een etiket. Hè? En dat heeft aan de ene kant denk ik een gevaar in zich. Net of dat jij iemand anders bent dan wij, zeg maar zeggen. Ja. Hè? Terwijl dat eigenlijk niet zo is. Maar je hebt bepaalde eigenschappen, bepaalde mogelijkheden. En sommige dingen kost je meer moeite. En daar heb je wel hinder van. Want wat mij bijvoorbeeld opvalt, hè, dat wil ik ook nog wel even kwijt, dat bijvoorbeeld bedrijfsartsen, hè, verzekeringsartsen en dergelijke, hè, die komen dan ook met mensen zoals jij, die dan hun werk kwijtraken bijvoorbeeld. En dan kom je aan met, ja, ik kan dit niet en dat is, valt mij moeilijk. En die herkennen dat niet. Ik denk van, nou, ik heb hier gewoon een hele gewone man voor me zitten. Ja, die kan alles en die zit hier maar een verhaaltje op te hangen. Dus je hebt enorm veel, ik weet niet of jij dat ook meegemaakt hebt, maar dat je dus ook eigenlijk geen erkenning krijgt voor de dingen die eigenlijk toch wel moeilijk liggen. En die toch wel, waar je aanpassingen voor moet zoeken in je leven. Ja. Hè? Ja. Nou ja, dus dat valt mij een beetje op. Dat etiketteren dat we doen, dat heeft aan de ene kant een voordeel. Want je geeft ergens een naam aan. Maar het maakt net... He, je doet net alsof het iets heel anders is dan we allemaal zijn. Ja, maar Lex stelde jou ook een vraag en ondertussen praten die daarna vrolijk verder. Ja, ja. Maar de vraag was, heb jij er hinder van ondervonden dat anderen niet zagen wat er met jou aan de hand was? Tijdens je opleidingen? Ja, dat vind ik wel lastig. Ik denk wel dat ik daar heel veel last van heb gehad. Maar je was het je niet zo bewust, wat dat betreft. Nee, precies. Nee. Oké. Nee. Ja, dat vind ik ook wel mooi. We hebben toevallig even voor die tijd ook gesproken. En toen zei hij ook een heel mooi voorbeeld. Ik dacht dat ik vroeger normaal was. En dat de mensen om mij heen anders waren. Oh ja. Ja. Zo voelt het ook. Ja. Ja, dus inderdaad, hoe kan je van jezelf voelen dat jij anders zou zijn? Hè? Je hebt alleen maar je eigen binnenwereld als referentiepunt. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat Erik het nu wat lastig vindt om zo even spontaan een antwoord te geven. We kennen elkaar wat langer en ik weet wel dat in bepaalde situaties sommige dingen heel moeilijk heeft gevonden. Als iemand naar de bekende weg vraagt. Nou. Door in een sollicitatiegesprek vragen, waar kom je vandaan? En dat denkt Erik. Ja, dat staat toch bovenaan mijn brief? Ja. Wat heb ik nou op mijn fiets hangen? Ja, wat is dit voor strikvraag of zo? Ja. Ja, dus dat zijn gewoon hele simpele dingen. Dat je een aantal aspecten... Ik had ooit een jongen in de wachtkamer en die zat daar, maar die zat veel te vroeg. En toen zei ik, nou, volgens mij hebben ze niet goed opgelet beneden bij de balie toen je je meldde. Toen zei hij, maar ik heb me helemaal niet gemeld. Ik heb zelf de wachtkamer gevonden. Oh, maar je moet je altijd melden. Nee, staat in de brief. U kunt zich melden. Ja. Het lijken natuurlijk hele flauwe voorbeelden, maar dat maakt soms in de communicatie het heel anders. Ja. En dat kan iemand met, en of dat nou 4 kenmerken zijn of 6, aardig in de verwarring brengen en in paniek. Ja, oké. Er is een kijkersvraag binnengekomen, die wil ik zeker honoreren. Er komt een hele trits afkortingen hoor. Hoe is de verhouding precies tussen ADD, ADHD, PDD-NOS en dergelijke? Kan dat gezien worden als onderdeel van AS of staat dit los van elkaar? In principe scheiden we dat van elkaar af. Dan hebben we ADHD en ADD. Of eigenlijk is het nu allemaal ADHD. En komt dat ongeveer... Nou, grofweg zo 2,5-4% voor. En hebben we daar ASS bij, hè, dus Autisme Spectrum Stoornis. We zien veel kenmerken van ADD, ook bij mensen met ASS. Oké, dus het loopt ook wel weer wat in elkaar over. Ook dat is wel weer wat meer een spectrum. Ja. Misschien... Zullen we maar ophouden met die afkortingen? Nou, dat vind ik... Etiketten plakken. Ja. Ja. In de GGZ vinden we afkortingen wel heel fijn, hoor. Ja. Nee, maar ik vind het erg zo frappant dat het bij deze stoornis zo aan de orde lijkt te zijn. We hebben hier allerlei stoornissen inmiddels wel bij de kop gehad. Angst, depressies. En daar heb ik die wereld niet van al die subvarianten. Nou, maar dat heeft ook wel te maken met waar we het net over hadden. Dat het moeilijk herkenbaar is eigenlijk. En dan is het heerlijk als er een naam voor is. Ja. He? En mensen hebben daar ook wel behoefte aan. En wat heb ik nou toch? Ja. Dus in die behoefte voorziet dat dan. Ja. Hoewel het misschien eigenlijk... niet precies een naam moet hebben. Hè? Want die naam suggereert eigenlijk veel te veel apartheid. Ja, en ook dat je de kenmerken kunt oplepelen, terwijl ik een grote verscheidenheid aan kenmerken Precies. heb, waarvan er soms 3 zijn en ja. soms 7. En dat levert natuurlijk hele verschillende beelden op. Nou ja, goed. Als ik iemand anders mag aanhalen, een collega van ons zegt ook, van, wij moeten ook in de psychiatrie moeten we wat meer naar... Kijk, een internist zegt ook niet van te hoge bloeddruk is 140 over 105 en alles eronder is goed. Die zegt ook, het is een beetje, het zit tussen hier en hier en misschien is dat wel erg hoog en dat kan nog wel. Misschien moeten wij daar ook natuurlijk naartoe. En wij weten natuurlijk van mensen, hoeveel procent weet ik nog niet, die van tijd tot tijd wel eens stemmen horen. En dan zeggen we ook niet gelijk van, u bent psychotisch. Nee. 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 Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken, als we het hebben over psychiatrische ziektebeelden, dat het ook gaat om dysfunctioneren. Heb je er last van? Mm-hmm. Levert het jouw problemen op? Of heeft je omgeving daar zodanige moeite mee dat de samenleving met jou lastig is? Dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, ja. En daar zit dan vermoedelijk ook het aanknopingspunt in van... ja, hoe ga je er dan in de behandeling mee om? Hè, want werkt het heel erg beperkend, ja, dan is er meer reden dan wanneer je zegt van... nou, ik heb het goed in mijn familie en op mijn werk en nou... Met dat medicatie kom ik een heel eind. Ja, op mijn werk speelt met name dat ik gewoon echt inhoudelijk werk. Dat gaat me gewoon, dat vind ik gewoon echt, dat gaat gewoon goed. Ja, ja. Alleen het sociale en dat gaat gewoon een stuk makkelijker. Laat ik zeggen, het komt niet altijd spontaan en dan komt het later. En dat is dan wel lastig, dat ik er later dan weer over na ga zitten. Ja, ja, van ach, ik had wel even dit of dat kunnen zeggen of doen. Ja. 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 Wat zou jij nu trouwens nog willen onderstrepen uit wat Frans naar voren heeft gebracht? Of, nou, dat is goed dat de mensen dat weten. Dat gevoel, dat denk ik van, dat is sowieso wel iets. Ik heb gewoon gevoel, ik ben gewoon een mens. Dus dat is duidelijk dat gewoon voor mij natuurlijk niet klopt en zo. En dat familiaire aspect vind ik ook, dat herken ik wel heel erg. Ja. Dat het in de familie voorkomt. Ja. Oké. Ik kijk nog weer eventjes. Er wordt nog een vraag gesteld, Frans, over wat is de relatie tussen AS en depressie? En is er ook een relatie tussen AS en dwanggedachten? Want jij noemde al wat combinaties die wel voorkomen. Nou, de relatie tussen AS en depressie kan natuurlijk inhouden dat als iemand... regelmatig vanuit zijn autisme aanloopt tegen allerlei beperkingen, tegen, nou, laat ik het maar een beetje zo zeggen, tegenwerking. Of laat ik een ander voorbeeld geven, jij bent ook niet gezellig dat je niet mee gaat lunchen, kom op. Ik bedoel, dat natuurlijk je functioneren wel degelijk in negatieve zin kan beïnvloeden en daar kun je natuurlijk somber van geraken. Mm-hmm. Dus dat is één ding. Wat betreft dwang is het wel belangrijk om daar een onderscheid in te maken. Er zijn natuurlijk ook mensen die erg gestructureerd zijn, omdat ze graag precies en perfectionistisch zijn. Dat wil niet gelijk zeggen dat ze ook autistisch zijn. Nee, maar ik heb zelf ook al zo'n beeld, ik weet niet uit welke film of welk boek, van de blokjes moeten precies zo, dat het een soort dwangmatig aspect soms in zich kan hebben. Dat kan. Dat kan. Okay. Maar er zijn ook mensen met een dwangmatige persoonlijkheid die graag de blokjes op één rij willen hebben. Ja. En die graag... Mensen zijn erin die graag in de afwasmachine de boel heel netjes op een rijtje willen en altijd zo in de vorken bij de vorken en niks meer. Exact. Oké. Nog een vraag. Zijn mensen, deze is voor jou Lex, zijn mensen zonder AS niet degene die een etiket plakken? Nou, ik denk dat... Natuurlijk komt dat voor, maar iedereen doet dat graag. En wij doen het als medische stand, zeg maar. We noemen dingen bij een bepaalde naam. Hè, en dan bedoelen we dan iets vaags mee. Hè? Maar eigenlijk door die naam eraan te geven, maak je het iets op zich. Hè? Ja. Het gaat een eigen leven leiden, zou je zeggen. Ja. De werkelijkheid die erachter schuil gaat, die zie je eigenlijk niet meer. Nee. En mensen hebben ook wel een beetje behoefte aan zo'n naam. Omdat anders, wat moet je anders... Hoe moet je het anders thuisbrengen? Ja. Waar je wel last van hebt of wat je wel ondervindt. Ja. He, dat is in zekere zin ook een bevrijding als je dan ontdekt van dat heb ik, die verschijnsels, kijk, dat herken ik. He, dus dat vertelde jij ook. Dus dat is iets waar komen we nooit vanaf. We noemen alles bij bepaalde namen en He, soms weet je wel en moet je ook nadenken van geven we wel de juiste naam? Moeten we niet onderscheidingen maken nog? He, want wat je ook zei, autisme is natuurlijk niet één ding. Dus het is een hele variatie. De een heeft hier last van, de ander daar. En je kan niet zeggen van iemand met een diagnose autisme of vroeger PDD-NOS, die kan wel werken of niet werken. Nee. Of hij kan zoveel werken of zoveel uur werken. Dat hangt van heel veel andere factoren ook nog af. Ja. Want wat is jouw ervaring, Frans? Als jij mensen in de spreekkamer hebt en jij geeft op een moment de diagnose, ja. Hoe reageren ze daar dan op? Is dat zo van, nou dat snap ik het? Of? Nee, dat kan natuurlijk heel wisselend zijn. Dat kan inderdaad zijn van dat het wel duidelijkheid geeft en begrip in de zin van dat sommige dingen niet zo goed lopen. Sommige mensen vinden het ook uitermate vervelend en willen helemaal die diagnose niet. En zeggen van, nou, maar dat heb ik helemaal niet, want dit gaat goed en dat. Maar ja, ik moest naar u toe, want dat moest, nou, we zullen toch maar het cliché doen, dat moest van mijn vrouw. En nou ja, dan. Okay, ja, dus het is heel divers. Ja. Heel divers. Ja, oké, maar goed, we willen niet te veel in clichés. Nee, maar. Ja, goed, bij wijze van. Je bent zelf begonnen. Ja, nee. Helemaal fout. Bedankt zover voor deze bespreking. We hebben van Erik een indruk gekregen hoe het in zijn leven een rol speelt. We hebben een theoretische verdieping gekregen. We gaan nog naar één voorbeeld kijken van iemand die ook autisme heeft. Het is een fragment uit het programma Het is hier autistisch. We gaan naar Marijn kijken, die vertelt hoe het in zijn leven op school een rol speelt. Kan dat, dat je zo last van prikkels hebt? Carla, jij knikt. Ja. Dat kan dus blijkbaar echt. Ja. En dan is het dus ook heel erg beperkend voor je deelname aan onderwijs. Nou ja, het is vooral die prikkelgevoeligheid. We hebben het net over gehad. Gevoelig ben je zeker. Maar dat het zo extreem binnenkomt, ja, dat kan wel maken dat je gewoon andere dingen niet hoort. En als jij je moet focussen op wat een leraar zegt. En ja, je buurman zit heel irritant met zijn voeten te wiebelen. Dan gaat de focus daarheen. Ja. Terwijl de focus hoort eigenlijk op het leren te zijn. Ja. En dat maakt dat je soms de helft van je lesstof mist. En dat maakt niet dat je dom bent. Maar het lukt op dat moment niet om te focussen. Nee. Deze jongen ging dus daadwerkelijk niet meer naar school. Die heeft uiteindelijk thuisonderwijs gekregen. Is die onvermijdelijkheid er soms inderdaad wat jou betreft? Nou, wat mij betreft niet. Maar het betekent wel dat school daar heel veel werk voor moet verrichten om dat inderdaad mogelijk te maken. En ook daar als reactie op ontstaan soms prachtige experimenten, zou ik zeggen, of in nieuwe initiatieven waarin, want hij is echt niet de enige hoor die thuis zit, waarin weer getracht wordt, kun je met kleinere groepen en kun je dat weer herstellen. Maar goed, we hebben net gisteren gehoord dat het passend onderwijs toch niet zo'n succes is. Dus ik denk dat er nog een beetje werk aan de winkel is. Ja. Carla, jij komt veel op scholen, daar begeleid jij leerlingen. Jij kunt ons veel vertellen over hoe je in zo'n omstandigheid leerlingen toch zo goed mogelijk tot hun recht kunt laten komen. Ja. Aan jou nu een presentatie. Graag applaus voor Carla Wemer. Ik wil jullie even meenemen naar de klas van juf Chantal. En bij juf Chantal zit in de klas Max. En Max is een jongen met de diagnose autisme. En juf heeft de rekenopdracht gegeven. Ze moeten 20 rekensommen maken. En daar wordt verwacht dat er actief wat mee gedaan wordt. Max zit rechtsachter in de klas. Mooi overzichtig, duidelijk dat hij weet wat iedereen doet. Alle onverwachte bewegingen vallen daardoor voor hem wat weg. Maar Max heeft ook met juf een afspraak van als de rest 20 sommen mag maken, dan mag ik er 5 maken. Max is namelijk heel goed in rekenen. Max kan echt onmiddellijk een antwoord tevoorschijn toveren, want het is heel feitelijk. Daar geniet hij enorm van. Alleen aan de andere kant heeft Max moeite om die informatie te verwerken. Als het hierin gaat, duurt het even voordat het geland is. En dat maakt dat hij soms gewoon langzamer is in het werken. Maar goed, juf heeft gezegd van 20 sommen maken. En Max die zit erbij en die denkt, potverdorie, Ik wil er eigenlijk 5 maken. Het is mij niet duidelijk. De details zijn niet goed weergegeven. Dus Max denkt, nou oké, weet je, hij begint al echt een beetje buikpijn te krijgen. Want wat verdorie, nou moet ik mijn vinger opsteken. Oké, ik ga mijn vinger opsteken, want ik wil toch dat aan juffrouw vragen. Maar ja, juf zit somber na te kijken. Oh, dat duurt veel te lang. Moet je kijken, die klok tikt door. Die andere kinderen zitten allemaal 20 opdrachten. En ik heb ook mijn tijd nodig. Dus Max denkt, oh, hoe moet dit nou? Eindelijk kijkt juf op. En Max die zit zo in zijn hoofd van, oh, dit duurt veel te lang. En juf zegt, ja Max. En Max zegt, juf, ik ben er klaar mee. En juf heeft zoiets van, wauw, is Max nu al klaar? Wauw, dus ze begint gewoon te stralen. Ze loopt naar Max toe en denkt, goh, wat knap dat jij klaar bent. Maar ze kijkt bij Max op zijn papiertje en Max die heeft helemaal niks staan. Dus juf die wordt een beetje geërgerd en die denkt van, hallo Max, je hebt helemaal nog niks klaar. Wat is dat nou? Schiet nou even snel op, want je moet gewoon door. Want anders is iedereen straks al klaar en jij niet. En juf loopt, een beetje geïrriteerd, weer terug. Max heeft inmiddels niet alleen buikpijn. Nee, werkelijk, die buikpijn stijgt hem naar zijn keel. En op dat moment heeft Max zoiets van, oh mijn god, juf is boos op mij. Ik heb iets niet goed gedaan. Ik wou alleen maar die ene vraag stellen. En ik kwam er niet eens goed uit. Want ik heb niet eens gevraagd over die sommen. En op dat moment wordt de spanning Max te veel. En denkt hij, nou moet ik rennen. Want ik moet gewoon overgeven. En Max gooit alles aan de kant. Rent de klas uit. En juf Chantal denkt, wat gebeurt hier? Waarom rent Max nou weer weg? En het bijzondere aan zo'n situatie is, die komt best vaak voor. Die hele onverwachte dingetjes dat je denkt, hè, waarom zo explosief? En als je dan die situatie even terug gaat kijken, dan zul je ontdekken dat er gewoon een paar dingen misgegaan zijn. Juf Chantal heeft in het begin gewoon net zich niet gehouden aan de goede feiten. Ze had gewoon even duidelijk moeten zeggen aan Max van, hé Max, de rest van de klas maakt 20 opdrachten, jij maakt er 5. Dat is een afspraak, daar weet je alles van. Als je de feiten niet checkt, dan kom je er niet toe. Als juf op dat moment dat ze naast Max stond, niet in haar emoties was gaan zitten, maar puur feitelijk even had gecheckt, hé Max, je zegt dit, ik zie het niet op je papier staan. Was dit eigenlijk wel de vraag die je wilde stellen? Max had zich even tot rust kunnen brengen en Max had kunnen denken, oh nee, ik wou eigenlijk vragen of ik wel 5 sommen mag maken. En Max zijn emoties en zijn onrust in zijn buik waren weer gezakt en Max had aan de gang kunnen gaan. Zo zie je dus dat emoties en de houding die jij als hulpverlener aanneemt enorm van belang kunnen zijn. En het bijzondere is dat wij heel vaak leren om emoties in te zetten om iets voor elkaar te krijgen. En nou opschieten jij, want als je nou niet snel bent, nou dan... Die zetten we in. Maar we kunnen net zo goed met hetzelfde gemak kiezen om die emoties even niet in te zetten. Als je ontdekt dat het voor Max niks oplevert om die emotie in te zetten, waarom zou je het dan doen? Het is jouw emotie, Max heeft er niks aan. En datzelfde waar we het zo net aan tafel over hadden, er zijn zoveel oordelen. Oh, Max zal het wel niet kunnen, Max luistert niet goed. Nee, laat je oordelen weg en kijk objectief, hé, Max kan het wel, maar het is hem nu nog niet gelukt. Daarnaast, check dus je boodschap. Aan het begin had juf Chantal gewoon even kunnen vragen, even door de klas lopen, even bij Max stoppen en zeggen, goh Max, is de opdracht helder? Snap je wat er gedaan moet worden? Max wil graag namelijk details horen. Die is van de details, die is niet van de grote opdracht. Die wil gespecificeerd weten, oké, ja juf, ik weet het, ik mag 5 opdrachten maken. De eerste 5, ja, nummer 1 tot en met 5 mag jij maken. Niet nummer 1, 7, 2 en 4, nee, nummer 1 tot en met 5. Als hij dat weet, dan kent hij de boodschap en dan begint hij gewoon. Dan denkt hij niet over de tijd na, dan begint hij gewoon. En dat is ook belangrijk. Geef mensen even de tijd. Soms duurt het even voordat de informatie naar binnen gegaan is. Dat is helemaal niet erg. Maar als zij de druk heel vaak voelen, ik krijg veel kinderen die zeggen, ik moet dit en ik moet dat. Als jij als leraar of als zorgverlener die druk weg kan nemen van, hé, weet je, tuurlijk ga jij die opdracht maken. Maar of je hem nou in een kwartier of in 3 kwartier maakt, dat maakt niet uit. Het is oké dat je er tijd voor neemt. En het feit dat je alleen dan het gevoel hebt van, hé, ik heb de tijd, maakt soms dat je hem prima binnen de tijd af hebt. Alleen de druk van tijd, die is funest. Daarnaast het invullen. Juf was voor Max al aan het invullen. Wat heeft die jongen nou weer? Maar ook tijdens de vraag van, hey, weet je, je zegt van ik ben klaar, maar je bent helemaal niet klaar. Zorg dat je niet invult. Heel mooi potje Nivea, niet invullen voor een ander. Maar ook Max is er heel goed in geworden. Want die ging ook invullen. Oh, juf zal wel boos op mij zijn. Oh, ze is kwaad, want haar hakken tikken gigantisch hard op het linoleum. Nee, het is oké. Zorg dat je niet gaat invullen. En zorg als hulpverlener dat je ook zo nu en dan checkt van, hé, jongens, ben ik aan het invullen? Maar ook, is de leerling aan het invullen voor mij? Want dan kun je gewoon zeggen van, hé, nee, ik kan even uitleggen hoe ik het bedoel. En het belangrijkste, ik heb sowieso net al visueel de plaatjes wat laten zien erbij. Visueel is heel belangrijk, maar humor is ook heel belangrijk. In dit voorbeeld had ik even niet de humor, maar als juf nu eventjes naar Max was gegaan en ze hadden de feiten gecheckt, Max wist waar hij aan toe was, had juf eventjes voor de ontspanning kunnen zeggen van, goh joh, weet je, gebeurt mij ook wel eens dat ik de meest vreemde dingen eruit flap. Dat zorgt ervoor dat die spanning bij Max niet in zijn keel gaat zitten, niet in zijn buik gaat zitten, maar langzaam wegvloeit, waardoor hij gewoon normaal kan functioneren. Oké, dankjewel Carla voor deze presentatie. Ik geloof niet dat ik eerder humor als tip heb gehoord in het omgaan van mensen met een psychiatrische stoornis. Maar ik vind het een hele leuke afsluiter van jouw presentatie. Ja. Je hebt deze tips gegeven naar aanleiding van het verhaal van Max in een setting van onderwijs. Maar ik neem aan dat je als ambulant begeleider ook in andere settingen komt. Ja hoor, thuissituaties, overal. En dan is dit eigenlijk een recept wat je, misschien met net wat andere toepassingen, maar overal kun je deze ingrediënten goed toepassen. Ja, er is, iedereen heeft als goed is een folder gekregen. Ja. En alle dingen die daarin staan, die kun je eigenlijk in alle situaties toepassen. Op het werk of privé of op school of zeg het maar. Ja. Op vakantie ook. Ja. En als ik daar een beetje... Heerlijk op vakantie, ja. Want als ik er een rode draad uit probeer te halen, dan gaat hij eigenlijk heel erg over iemand helpen om ontspannen opnieuw te raken, te blijven. Heb ik dat goed beluisterd, dat dat een heel wezenlijk element is? Nou, wat natuurlijk heel wezenlijk is, is dat in dit geval Max inderdaad ontspannen blijft, maar ook begrijpt wat er van hem verwacht wordt. Mm-hmm. En dat dat natuurlijk een belangrijke combinatie is. Want dat hebben wij allemaal. Als we niet snappen waar het over gaat, dan worden we ook een beetje gestrest. En ja, wat moet ik nou? En dus dat geldt voor Max natuurlijk net zo goed. Alleen hij is concreter ingesteld. En wil op dat moment echt van juf horen. Jij 5, de eerste 5, want de rest doet 20. Ja. En dat leidt er inderdaad toe dat hij dan veel rustiger natuurlijk daarbij kan zijn. En dan ja, loopt die spanning in hem op. En dan denkt hij op een bepaald moment, ik ben er klaar mee. Ja. Hij zegt niet, ik ben niet klaar. Nee, hij zegt, ik ben er klaar mee. Oké. Ja. Er zat ook een fragmentje, maar ik ben het even kwijt, dat het ook weer ging over taal. Want jij had zo'n voorbeeld van, hier kunt u zich melden. In plaats van, hier moet u zich melden. Maar jij zei ook iets wat daar ook een beetje aan refereerde. Heeft iemand anders onthouden wat dat was? Nou ja, in principe zei Max, ik ben er klaar mee. Ja. En juf interpreteerde het, hé, hij is klaar. Ja. En daar zie je dat er nuanceverschil is. Als hij het exact goed geluisterd had en het bij de feiten had, nog even checken van, hé Max, wat zei je nou eigenlijk? Ik ben er klaar mee. Wat bedoel je daarmee? Soms werkt het gewoon om eventjes verduidelijking te vragen. Het is maar heel simpel, 1 of 2 vraagjes en je hebt van beide kanten duidelijkheid. En dan kun je weer verder. Ja. En daar zit dan dus ook al een aanknopingspunt in. Hè? Als wij ons hiervan bewust zijn dat we in onze instructies heel exact moeten zijn. En geen ruimte moeten laten voor het kan. Ja, dat is dus iets wat je kunt toepassen. Ja. Wat mij dan ja, nog wel wat als vraag in gedachten komt is, we hebben zo pas eigenlijk gehoord van, je kunt het niet hebben over autisme als één ding, maar er is een grote verscheidenheid. Nu heb jij tips gegeven nou, die redelijk universeel zijn. Moet jij het soms verbijzonderen? Dat je zegt van, oh, maar ik heb nu met iemand te maken, dan moet ik echt even toch wel wat anders doen. Of een bepaald aspect heel erg. Ja, het is gewoon heel wisselend. De een loopt juist in die prikkelgevoeligheid heel erg vast. Maar de andere zit bijvoorbeeld juist heel erg opgesloten met zijn eigen emoties. Die begint wel te trillen. Die zegt 3 keer op een dag, oh, ik ben misselijk. Ik ben misselijk. Nee, uiteindelijk zijn daar van allerhande emoties binnen aan de gang om alle gedachtegangen die hij heeft. En... als jij daar inzicht in krijgt van jezelf, hey, wacht eens even, als ik misselijk ben, dan gebeurt er dus van alles en nog wat in mij. En ik reageer dus op mijn gedachten. Dan kun je dat ook weer tot rust brengen en ontdekken van, hé, daar kan ik anders mee omgaan. Ja. Want vaak hebben we alleen maar een paar manieren geleerd. Het is of die manier, of die manier. Heel vaak vanuit je opvoeding krijg je dingen mee. Maar soms, als je net iets verandert, dan blijkt dit gewoon veel beter voor jou te werken. En is dat dan vaak een behoorlijk puzzeltje? Want jij bent er dagelijks mee bezig. Maar ja. Jongerenwerkers, leerkrachten, ja, die hebben 30 kinderen in de klas. Soms kan het puzzelen zijn, maar soms moet je ook gewoon niet te veel willen puzzelen. Dat je gewoon wel weet van, oké, hey, weet je, bij dit kind is gewoon dat eventjes belangrijk. En bij een ander kind hoeft dat dus helemaal niet mee te tellen. En er is niks mis mee om even in een 10-minuten gesprekje of even na de les even samen te zitten en zeggen, hey, wat ging er goed, wat ging er niet goed. En we kunnen afgestemd op elkaar de volgende keer gewoon weer verder. Ja. En alleen die afstemming op elkaar, dat kan al zoveel lucht geven. Ja. En dat maakt dat ze ja, makkelijker in de klas kunnen functioneren. Ja, ja. Ik moet ongeveer al naar de laatste ronde gaan voor dingen die jullie echt nog eventjes willen onderstrepen en naar voren willen brengen. Ik begin met jou, Erik. Wat heb jij in het verhaal van Carla gehoord? Tips waarvan je zegt van nou, dat zou nou echt goed zijn dat zoveel mogelijk mensen zich dat goed beseffen en dat ook toepassen. Nou ja, ik denk dat mensen er veel over zouden meer moeten lezen. Dat ze er meer over weten. Dat ze niet één aspect daar meteen aan koppelen. Als ik keuzes maak, dan is dat een hele diversiteit waar ik uit kan kiezen. Waar dat altijd heel lastig wordt. Maar ik heb niet altijd één specifiek beeld van iemand. Dus ik denk dat dat heel goed is. Dat mensen daar juist meer gewoon aandacht aan moeten geven. Dat ze meer zich erin verdiepen. Ja. Ja, en voor mensen die autisme hebben, heb jij daar ook nog een tip voor als ervaringsdeskundige? Nou ja, voor mij is de acceptatie gewoon ook heel belangrijk. En ja, als je tegen dingen aanloopt, ja, dan is het toch goed dat je mensen om je heen hebt waar je dat mee kunt delen. Ja. En ja, omdat er ook in de hulpverlening dat gewoon mensen zijn die weten waar ze mee te maken hebben. En ja, dat helpt... Dat heeft mij in ieder geval wel heel erg geholpen. Ja, ja. En een partner die er ondertussen ook veel van af weet. Dat is natuurlijk precies, ook, dat is ook heel belangrijk. Ja, ja. Ja, oké. Frans, jij hebt natuurlijk al diverse oproepen gedaan. In jouw presentatie ook. Hè, bijvoorbeeld ja, de oproep van denk niet dat mensen geen gevoel hebben. Wat zou je nou als laatste nog eens even goed hier willen beaccentueren? Nou, wat ik nog wel erg belangrijk vind is dat je... mensen met autisme spectrum kenmerken wat ruimte geeft. Dus als je nou een werknemer hebt die gewoon 's morgens netjes zijn werk doet en de lunchpauze benut om even al die prikkels te verwerken, ga dan niet zeggen van wat ben jij ongezellig. Geef mensen een beetje de ruimte om daarmee de rest van de dag ook te kunnen... We zijn allemaal verschillend en de een wil graag zijn broodje opeten als hij een wandeling maakt. De ander gaat het liefst even naar de kantine om zijn hoofd weer wat leeg te maken. Maar bied daar ruimte in, dat is één ding. En denk af en toe eens na van wat zeg ik nou eigenlijk? Wij mensen hebben een hele bijzondere manier van communiceren met elkaar. Wij zeggen, nou, laat ik maar weer een cliché voorbeeld geven... En wij zeggen heel graag, als iets moet, dat we dat willen. Ja, ja. Dan kom je weer wat op de letterlijkheid op taal. Ja, dat kan heel verwarrend zijn. Ja. Of wij zeggen ook tegen mensen, terwijl wij, is alles duidelijk voor jou, zeggen we, lukt het een beetje? Ja. Dat zijn natuurlijk hele rare vragen. Ja. Als je dat denkt van, het zit zo in elkaar en je gaat dit soort nader in te vullen vragen stellen. Ja. Denk daar af en toe gewoon eens over na. Ja. Dus dat is meer... Dat zijn bijna... algemene communicatieve vaardigheden die thuis ook van pas komen, denk ik dan, Lex. Ja, Frans legt heel erg de nadruk ook op dat mensen dan taal ook heel concreet uitleggen. Hè? En dat is denk ik ook een heel belangrijk aspect van autisme, dat je dat vaak ziet. Maar wat ik denk ik ook belangrijk vind, is dat mensen die gebruiken die taal ook vaak beeldend. En daardoor onbegrijpelijk voor mensen met een autisme spectrumstoornis die het wat letterlijker nemen. Omdat die beelden gemakkelijk te begrijpen zijn. Ja. Hè? Voor mensen die geen autisme hebben, is dan een half woord al genoeg. Ja. Hè? En daarom maken we die fout. Dat we eigenlijk verwachten dat iemand dat wel invult. Ja. En dat gebeurt dan niet. Ja. Hè? Want eigenlijk dat sociale aanvoelingsvermogen, dat gaat ingewikkelder. Je wil eigenlijk iets zeggen, maar je bent net weer een halve seconde te laat. Het komt er net anders uit. Dus het is net een soort frictie in de automatische interactie tussen mensen. Ja. En daar moet je dus wat extra aandacht eigenlijk aan besteden. Als je dat doet, dan kan je heel veel dingen, denk ik, op een prettige manier oplossen voor elkaar. Oké. Ja. Nou, we hopen dat deze bespreking daaraan bijgedragen heeft dat mensen die in hun werk, in hun eigen omgeving te maken hebben met mensen met autistische verschijnselen, vanavond wat dingen in handen hebben gekregen, waardoor ze morgen misschien net eventjes wat anders en wat beter kunnen doen. Dank voor uw aandacht thuis. Dank voor de mensen hier in de zaal. Ik kondig nog even aan dat wij op 4 september terug zijn met een volgend GGZ-college. En dat gaat dan over personen met verward gedrag. Of eigenlijk moet ik zeggen personen met onbegrepen gedrag. Maar daar hebben we het op 4 september dan nog wel weer verder over. Dank u wel.